ik ben Tessa en ik ben de moeder van Jairo die 8 maanden is en ik ben 26 weken zwanger van ons tweede zoontje. De afgelopen week heb ik de Nutricia voor jou app gebruikt, dit om mijn zwangerschap bij te houden. Het leuke van de app is dat je zelf momentjes toe kan voegen, dus je kan bijvoorbeeld foto's van echo's erin zetten en ik heb bijvoorbeeld mijn eerste trapjes die ik gevoeld heb erin gezet en zo maak je eigenlijk een dagboekje van je zwangerschap. Wat ook erg leuk is, is dat je een onderdeel hebt waar je kan zien wat je wel en niet mag eten als zwangere. Je kan daar gewoon voedingsmiddelen opzoeken of je het wel of niet mag. En daar staat ook een dieetje in van wat je eigenlijk dus binnen zou moeten krijgen met een uitleg daarbij. Wat erg handig is. Ook kan je boodschappenlijstjes erin zetten. Ik heb nogal last van zwangerschapsdementie, dus dat is wel makkelijk voor mij. Ook zit daar een uitzetlijstje in waar je kan afvinken wat je wel of niet al gekocht hebt. En ook een vluchtkoffertje en de inhoud kan je daarop afvinken, wat erg makkelijk is natuurlijk. Voor de rest, wat erg leuk is, is het overzicht per week. Als je die opent, dan opent die automatisch op de week waarin je nu zwanger bent. En kan je zien wat er met je kindje gebeurt en wat er aan het groeien is en wat er aan het ontwikkelen is. En dat is natuurlijk erg leuk. Dat kan je als zwangere wel 100 keer lezen. Ook kan je natuurlijk vooruit kijken of achteruit kijken. Ook kan je deze app delen met iemand. Je kan iemand uitnodigen. Dat is erg handig. Mijn ouders wonen bijvoorbeeld in Spanje. Dus nogal ver weg. Dus ik zou met hun alles kunnen delen. Alleen hebben zij geen verstand van mobiele telefonie en tablets. Dus zij gebruiken dit niet. Maar het is ideaal om op die manier iemand die wat verder weg zit dichtbij van je zwangerschap deel uit te laten maken. Dus al met al echt een superleuke app om lekker te gaan gebruiken als zwangere. Maar ook als je al een kindje hebt. Want ook daarvoor kan je alles in de app zetten. Dus ik zou zeggen, ga hem lekker gebruiken. Veel plezier en bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!